Vanochtend de tweede wedstrijd voor de mannen van Bevo. Spelen in de toeswedstrijd tegen Bocholt. Joost Smeets, de trainer van Bevo. Jo, de vorige week in Hasselt gespeeld en een valse start gemaakt. Ja, kun je wel zeggen. Die wedstrijd hoeven we niet te verliezen. We misten wat scherpte en agressiviteit in verdediging vooral. Een beetje baltempo moet vandaag hoger, dat was ook tegen Hasselt niet het geval. Dus vandaag, we hebben er ook op getraind de hele week, dat we dat baltempo hoger moeten hebben en agressiever in verdediging. En tempo maken, wat we vorige week ook verzuimd. Goed, de Bevo-mannen gaan beginnen aan de wedstrijd, die eerste toetswedstrijd. Darje Polman brengt de bal in ieder geval aan het rollen. De Bevo-mannen zullen vandaag moeten kijken dat ze de eerste punten toezooien tegen de kampioen van vorig jaar, Bocholt, Oud Belch. Daar gaat de bal hier. Er wordt nog wat rondgespeeld, er moet nog wat afgetast worden. Er moet natuurlijk gekeken worden wie is tijd de verdediging en wie kunnen we aanvallend een doelpuntje maken. De mannen gewoon wat snelheid in het spel brengen, zodat er dadelijk in ieder geval in de bal kan komen. Kan hij gescoord worden? Nee, de kump een vrije worp, want er was een overtreding gemaakt. Mocht Nick Jordens de bal opnieuw, Darje Polman gooien. Dan moet er opnieuw wat snelheid gemaakt worden. De kump van de hoog af, Jeroen van de Beuken. Kan hij dan in het netvlak weer? Nee, opnieuw niet goed opgevangen, maar de Bevo-mannen blijven wel in balbezit. Dan is het Quinten Koolman ook heel lupsig vast in het trio van de mannen van Bocholt. Nick Jordens mag opnieuw de vrije woord nemen. Weer naar Darje Polman. Hij moet het spel gewoon verdelen en hij moet zorgen dat er in ieder geval doelpunten worden gemaakt. Jeroen van de Beuken van de Hoek. Jawel, lieve. Schitterend doelpunt. Goed vrijgespeeld. De 1-0 voor Bevo staat op het scorebord. Dan komen de mannen van Bocholt wel terug. Bevo wel in balbezit. Gewoon door in ieder geval naar de doelpuntjes kieken. En de eerste doelpunten die naar Bevo gemaakt werden waren toch voor Bocholt. En dan is het Nick Jordens. Hij weet wel de 3-4 op het scorebord te brengen. Nog wel in de kleine achterstand. Mannen van Bevo in het spel. En de kleintjes die zien het op de tribune ook. Bocholt in de aanval. En KFC schitterend goed. Kansloos was Mark van de Beuken. Hoe Varkenborg deed dat. Dan maakt Bevo snelheid, maar het publiek ja, denkt er anders over. Het is wat saai geworden en de mannen van Bevo moeten kijken dat ze weer op voorsprong komen. Dat gaat wel gebeuren. Nee, Nick van de Beuken, boven in de hoogte, nu schitterend genomen. De 11-8 in het voordeel van de Bevo-mannen staat op het scorebord. Dan moeten de Bevo-mannen kijken door Kump in de bal en dan is het van de Beuken. Nee, tegen de lat, hij gaat er niet in. En dan komt de bal terug en dan moet er een time-out aangevraagd worden. Want het spel loopt niet meer zoals het liep. En de Bevo-mannen moeten even bijeenkomen. Koetje heeft het gedaan. Publiek, ja, kijk wel, maar is er nog niet gerust op. Maar er zijn er ook wel bij die leuk vinden om dit te zien. Kump Bocholt in ieder geval weer opnieuw in balbezit. Kennen ze dan doelpunten? Ja, dat kennen ze. Nee, dat kennen ze niet, want er wordt een overtreding gemaakt. Quinten Koolman moet naar de kant toe. Krijg 2 minuten. En dan is het ook kieken, want Quinten moet oppassen dat hij dadelijk niet nog een keer 2 minuten krijgt. Dan krijg je zelfs een goede kaart. Geen doelpunt van de Bevo-mannen, maar wel een vrije worp. Snelheid wordt geboren door, want er moet even gekeken worden. En dan is het doelpuntje wat telt 17-16. Was de ruststand. En Bocholt moet voor de tweede helft gewoon beginnen. De afworp is genomen. En de eerste bal die er dadelijk zou komen, zou Nick van de Beuken misschien wel weer in stelling brengen. We gaan kijken of hij dat uit. Ja, hij komt die bal wel, maar hij mist. Ja, Snuhel dat wel, maar aan de verkeerde kant van de pol. En dan moeten de Bevo-mannen terug. De jongens, die kunnen er wel even aan lachen. Dan de Bevo-mannen in de aanval. Kunt de bal dadelijk misschien wel in het centrum, Beek in de pakken, Nick Jordens, jawel hier, en hij duidt het wel, hij scoort wel hier. Schitterend gedaan, de 20-20 staat op het scorebord. Bevo moet alle zijden bezitten om niet achter te geraken. Het publiek ziet het in ieder geval ook. En dan kunt opnieuw door met Darje Polman. Hij moet er wat meer snelheid in brengen, maar hij is de weg ook een beetje kwijtgeraakt. En dat waren ook de scheidsrechters en ook hier en door wel de coaches, denk ik, die af en toe niet wisten wat ze gingen doen. Nick Jordens zie je ook op de grond en dan wordt er neergelacht. En dan komen er ja, 2 minuten en een straf komt er in ieder geval ook. Roel Valkenburg moest naar de kank, 2 minuten en dan kwam er 7 meter lach. En dan is het Jeroen van de Beuken, altijd trefzeker. Maar hij rijdt het mis. En dan moeten de mannen van Bevo terug. En je ziet het al wel een beetje aan de loop van Jeroen. Ja, het is er een beetje oud. Ze zien wel dat Bocholt in ieder geval een voorsprong heeft genomen. 24-27.
En hij gaat opnieuw een doelpuntje erin. En dan is het bijna gedaan. Martin Meijer voor Bokkel is te scoren. En dan is het inmiddels al een 6-4. Dat ziet ook de voorzitter. Hij ziet het aan zijn gezicht. Niet tevreden over het spel. Bokkel gaat de bal op. En kan in de aanvang van de beurt niet gefluit. En dan is het Mekkelijk hier. Scorend werd er hij in ieder geval de 29-23 door Wouter Winters gescoord. Dan gaan we al naar het slot van de wedstrijd toe. Bevo verslagen, die eerste thuisnederlaag is in feit. En er komt er nog een doelpuntje. Het is Brik Bertleers die door werd te scoren. Eindstand 29-36 in het voordeel van de Bocheltman. Joes Meets, de coach van Bevo. Wat een wedstrijd vanavond. Ik heb van alles gezien en van alles gehoord, maar weinig handbal. Ja. Ja, je moet nog kunnen handballen op plaatsen met van die vreemde beslissingen allemaal. Met twee maten en twee gewichten werken. Ik bedoel, dat werkt op de zenuw van iedereen. De eerste helft beginnen we matig. We komen dan nog aardig goed terug in de wedstrijd met een veel beter spel. Naar de rust toe met die mandekking waren we even nodig kwijt. Maar we gaan nog altijd rusten met één doelpunt voorsprong. Tweede helft beginnen we matig. Ook weer omdat we een beetje paniekerig reageren op die individuele dekking op Dario. Maar ook daar vechten we ons geluk terug. Maar we komen, ik heb ze niet geteld, we komen veel te dikwijls in honderdtal. Door, oké, als ze hier 2 minuten fluiten voor een zware overtreding, moeten ze dan aan twee kanten doen. En dat is niet gebeurd. Begrepen we een bepaalde beslissing niet. En Dario gaat vragen, wat is hier aan de hand? Hij zegt, oké, scheidsrechter vonden dat een beetje beledigend. En hij gaat daarop door en krijgt hij 2 keer 2 minuten, dus 4 minuten. Ja, dat is dan dodelijk als je dan nog met 4 moet gaan staan. Maar we hebben het niet altijd in de hand gehad. Ik bedoel, als je, ik voel me sportief benadeeld, daar gaat het om. Ik kan dat niet goed verdragen.